Dames en heren, jongens, meisjes, vandaag is het zover. Mijn gloednieuwe huis. Gal nog een beetje, maar dat gaan we allemaal regelen. Nieuwe goals, nieuw me. Heb ik ook dat ik deze keer het net even upgrade met een camera. Laat je zelf maar even zien. Mensen, welkom. Ik heb een nieuw huis gekocht. Super leuk, super mooi. En ik ga u even lekker ondernemen. Ten eerste, welkom in de garderobe. Ja, echt. Ik kom echt. Heb ik nou ingezoomd? Ja. Ik kom uit de huis in Amsterdam en dat was echt een... Nee. Ja, en dat was echt heel klein. En garderobe had ik in zo'n kastje. En nu is het echt heel groot. Kijk, hier allemaal prachtige kasten. Kasten, wat kan je er allemaal in kwijt? Wat heb je van schoenen? Ja, top. Allemaal schoenen, dat is toch fantastisch? Wat heb je hiervan? Hop! Hier komen allemaal dat je jas kan hangen. Super fijn. Kledingruimte, zand. Misschien wel een van mijn favoriete dingen van het huis. Kijk, een inpandige garage. In Amsterdam. Waar vind je dat nou? Nou, in mijn huis. Ik rij zo. Wat doe je? Ik weet niet wat ik doe. Ja, maar... Oh, power zoom. Ik heb hier van alles. Ik heb zelfs water. Die werkt. Dat werkt. Maar hier kan ik dus zo dit open doen en dan zo naar binnen rijden met mijn auto. Dat is echt perfect. Want het parkeerplek in Amsterdam is de. Dus dit is echt een van de redenen waarom ik het huis heb gekocht. Ik kijk echt niet verder. Ja. Komen ze eerst aan bij dit blok. En dit blok is een wc-blok en allemaal fijn. Kijk, hier, dit is een wastafel. Oh. Ja. Huh? Maar dit gaat er eigenlijk allemaal uit. Dit wordt allemaal nieuw. Hier, where all the magic happens. De slaapkamer. Nee. Dit wordt het wasblok. Even wat sfeer, shot. Ja. Dan hier een wc. Dit wordt ook nieuw, want ik vind deze tegels echt bijzonder leuk. Misschien wel het hoogtepunt van mijn huis. Let op. Ik spoel door. Wauw. Blauw water. Nou, dat is echt vet. Je hebt niet zo'n vies blokje wat je over de rand doet. Nee, kijk. Je trekt het ding eraf en dan gooi je hier gewoon zo'n blokje al in. Wow. En dan elke keer als je doorspoelt, is het blauw. Wauw. Nu komt wat ik een vet vind. De woonkamer. Kijk. Dit is toch niet normaal? Het galmt dus nog wel een beetje. Zoals je misschien hoort. Kijk, wat ik zo tof vind aan het huis, het is super hoog. Dat vind ik lekker. We hebben hele grote veel kasten. Hier, een enorm tv-meubel. Ik heb daar dus. Die haard blijft, want die haard is heerlijk warm. Hè? Ja, niet vallend warm. Hè? Heel lekker warm. Heel doe lekker hem even warm. Aan anders. Ik doe hem even aan. De rest van het meubel, de bovenkant en zo, gaat er allemaal af. Weg. Want ik wil dat iets minder groot. Ik vind het te groot. Dat vind ik niet lekker. Hier. Hier een soort loungeplek. Ja, joh. Hier lekker lounge. Hier lekker lounge. Hey, kijk. Oh. Sure. Even voor de duidelijkheid. Dit blok hier zit. Daar zit dus een wc en dat was al op. Ja. Even voor jullie. Als je dan hier hebt, zie je de straat. Hier zo. Mijn auto staat. Dus staat daar. Staat straks mijn auto. Dan de keuken. Ik ga hier een paar dingen veranderen. Hier komt de wijnkoelkast. Er zijn hier allemaal van dit soort kasten. Maar ik heb een eigen kast genoeg. Dus hier komt de wijnkoelkast. Alleen oh, je zegt... we gaan leuk doen. Er komt ook twee nieuwe ovens in. En hier komt een extra koelkast. Er komt hier een nieuwe boeker as well. En dit is ook leuk. Kijk. Wauw. Dat is echt gek. Ja, het gaat gelukkig ook gewoon heel snel en zo. Nou, hoppa. Ja. Pannenkoek. Yeah. Met appel. Voordat we naar de slaapkamers gaan, hebben we nog een kamer. Dat is nu nog niks. Deze kamer zit dus hier achter de keuken. En dit was denk ik voelde een soort kantoor. Maar ik ga hem nooit boven maken. En jullie weten dus precies wat dit wordt. Nee, het wordt geen bioscoop. Het wordt geen studio. Dit wordt een gym. En ik denk dat jullie misschien denken van, gym, dat moet ik wel vatten. Nee, dit wordt gym. Deze kasten gaan eruit. Dan komt hier allemaal vette gym af en toe. Nee, je denkt misschien, bij de gym, dat ga je toch helemaal nooit doen. Dat weet ik niet. Daar gaan we achter komen op het moment dat hier de gym is. Dan zitten wij samen, zitten we zo. Hè. Ja. En dit vind ik heel leuk. Dit is dus heel aardig. Monument. Monument. POV gaat zoomen met cool. Dan gaan we nu door naar de eerste slaapkamer. Kijk, dit is slaapkamer 1. En eigenlijk alles wat je hier ziet, kan je vergeten. Want niks wat je hier ziet, blijft hetzelfde. Het is een beetje zo lelijk. Oude, ranzige badkamer. En je moet het niet zeggen dat ik heel lelijk ben. Er zijn eigenlijk heel veel mensen met zo'n badkamer thuis. Hier is echt een hele mooie badkamer, maar het is niet helemaal ons slaap. En hier zit een wc. Als je dan doortrekt, dan...
Blauw water, blauw water. Dus dit wordt helemaal verbouwd en deze kast. Deze kast is hartstikke handig, want daar kan je veel kleding kwijt. Maar het is wel, daarom maken we het best wel klein hier in de slaapkamer. Dus wat wij gaan doen, hakken die kast weer midden. Hier komen de wasbakken. Er komt hier een glasplaat met een deur. Dit wordt een net iets ander soort kast die je hier ziet. Deze kast. Ja, als je deur uit, dan komt hier ook een kast. Dan hebben we allebei gewoon een lekker kastje. En dan hier komt het bed. Alleen dan nu is het helemaal zo dicht. Maar het wordt dan straks prachtig open. En uiteraard ga ik dat eindresultaat ook nog aan jullie laten zien. Dan hebben we een een luchtplaats. Het is een soort overdekt tuintje. Je hebt nooit zon, maar je hebt ook nooit regen. Kijk, en dat is top, want van zon verbrand je en van regen word je nat. Ja, dat wil je niet. Nee. Dus ik denk dat we hier gewoon een soort tafel gaan neerzetten. Kussens die we buiten kunnen zetten en misschien nog een leuke plant of zo. Ik weet niet of dit weggaat. Flip. En hier zie je ook nog eventjes een mooi beeld van... Wauw. Wauw, dit is het huis dus binnen, want je kan dus via je slaapkamer dan zo de woonkamer in en ook andersom. Je moet even daar gaan staan, even voor de mensen zien hoe groot het is. Wauw. Dan komen we aan bij de, in principe, logeerkamers. Dan hebben we hier aangekomen met twee hele raar ingedeelde kamers. Echt heel raar. Ja, het is gewoon een soort kleine slaapkamer met kasten, wat op zich wel handig is. Dit wordt een beetje jouw kastenkamer, want we hebben niet genoeg kasten in huis. Dus je dacht van, dit wordt dan jouw kastenkamer. We hebben heel veel kasten, maar we hebben geen kledingkasten. Oh ja, nee. Dit zijn de enige kledingkasten die we hebben. We hebben alleen servieskasten. Ja. Ja, eigenlijk wel. En dan was het idee dat we hier top. Allemaal van die rekken. En dan kan je hier ook al je kleding ophangen. Ja. En dan verlies je niet ruimte met hele type kasten. Ja, dus, slim. Dan hebben we hier een badkamertje. Ja, en een extra badkamertje, een badkamertje. Een zeetje en top. Hallo. Wat? Je mist wat. Wauw. Blauw water. Nou, dan loop je door en dan kom je in letterlijk. Ja, echt copy-paste van die ander, maar dan dat je ook uitkijkt op die binnenplaats. Ja, dus hier kijk je uit op ons kleine tuintje. Ja, voor de rest is het echt eigenlijk hetzelfde. Het is een soort hele rare bovendieping, als we eerlijk zijn. Ja, eigenlijk was het gewoon één grote kamer die ze denk ik gewoon in het midden hebben gespeeld. Ja, het is in principe dezelfde kamer als beneden, die slaapkamer en badkamer, alleen dan net iets anders. Ja. Ik snap dat jullie afvragen, maar Koen, waar ga je al die fantastische video's maken? Waar je al die cursuskopers helemaal met grond gaat? Ik kan jullie vertellen, waarschijnlijk op het bureau hier iets staan. Dag! Ik kan niet lekker naar buiten kijken, maar dan zien jullie wel de gekke achtergrond. Jullie kennen mij om het te gekke achtergrond. Oké, okay, wacht. 1, 3, 2, 1. Ja. Wauw, wat een achtergrond. Nou, voor de rest hier, kasten, chill, kast, hop, allemaal kleding voor mij. Ja. Perfect, top. En hier ook kasten en, hup, ook een waterbak. Met water. Met water, ja. Dit is dus eigenlijk het huis. Laten we even terug gaan naar de woonkamer. Oh, maar dit is niet normaal. Dit is mijn favoriete beeld. Maar kijk, even wat je in dat kantoortje hebt. Dat heb je ook hier. Oh ja. Dit vind ik zo cool. Ja. Het was geopperd van, ja, we kunnen het ook dichtmaken. Nee, man, nooit. Zeg ik geworden. Echt niet. Nee, ik wil dit lekker open houden. Echt cool. Het karakter aan het huis. Ja. Nee, maar dit is eigenlijk het huis. Niet normaal, hè? Eigenlijk is het overdag heel leuk, want dan heb je gewoon dat licht binnenkomt. En s'avonds is het super gezellig, want zet je haard aan en wel op elkaar staan. En de rest hebben we eigenlijk niet. Dan is het ook super leuk. Dus al met al zou ik zeggen, dit is een tophuis. Ja. Wat vind jij het leukste van het huis? Echt je hoogtepunt. Daar moet ik nog even over nadenken. Oké. Het ruimte is gewoon niks. Ik vind de muur heel cool. Leeg. Het is heel leeg, maar kijk hoe groot het is. Je bent echt klein. Wat ik nu in het huis het leukst vind, dat ben jij. Maar dames en heren, zonder jullie was dit natuurlijk nooit gelukt. Even serieus, dit is echt een vet huis, man. Ik ben er echt blij mee. En het vorige huis was ook heel leuk, alleen ik ben er nu vanaf. En nu nieuwe dromen, nieuwe stappen. En ik kan niet wachten om hier te wonen. En ik ga jullie meenemen in het verbouwproces, zodat het een beetje verbouwd wordt. En het aller mooiste, dat wordt natuurlijk het eindresultaat. Nee, dat gaat even duren, want meubels duurt echt een jaar. Maar wij gaan lekker genieten hier in dit vette huis. Kijk of vindt dit kast. Doei. Ik wil je bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Heb je nog vragen? Laat vooral achter in de comments. Ik lees altijd. En Rox reageert dan. Ik reageer. Ja, Rox gaat reageren op jullie vragen in de comments. En live Q&A. En met 20.000 likes gaan we een Fortnite video opnemen. Oké, okay, is goed. Ja, is goed. Met z'n 20.000 likes gaan wij samen een Fortnite video opnemen. Fortnite. Dat wordt gek. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het blijven kijken al die tijd. En ik zie jullie snel weer. Ciao. Ciao. Later.
ook zie je wel op je feestje.